Jarask hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe... Oh, yo, de schoot er een op, mijn jongen. Welkom bij natuurlijk... Hij gaat naar boven, hij gaat naar boven, hij gaat naar boven. Holy fuck, ik ben zo hard dood hier, jongen. Welkom bij natuurlijk weer... Nee! Oh, ik was mijn intro nog aan het doen, man. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Search and Destroy pot hier op mijn kanaal Ras Gaming. Ik was veel te laat met inspannen in dit potje, dus ik kon gewoon ronduit niks meer doen. Het was ook 1 tegen 3, 1 tegen 5 zelfs op een gegeven moment, maar ik had nog 2 kills gepakt. Wat we vandaag gaan doen, is we gaan natuurlijk proberen dit Search and Destroy potje te winnen. Dit is de map Nuketown. Ik heb de KN44 in mijn handen, met daarop natuurlijk een long barrel, een quick draw en de eloscope. En we gaan gewoon ons best doen. We gaan proberen om dit potje te winnen. Ik hoop natuurlijk op het beste. Oh, ik heb er nog 2 geraakt. Teammates, waar zijn jullie? Teammates, waarom zit ik altijd in een team met fucking melee-wapens? De enige 3 van mijn team nog levend zijn... Zijn 3 mensen met prizefighters, met de butterfly knife en met de skull splitter. En die zijn nu alle 3 dood. 3, 2, 1. Game fucking over. Oké, hij leeft nog. Ik weet niet hoe hij het doet. Oh my god, hoe kan hij nog... Rechts, rechts, rechts! Oké, ik weet niet wat hier aan de hand is, maar het is dus een 1 tegen 6 potje waar ik nu in zit. Want 3 van mijn teammates gebruiken alleen maar melee wapens. Dus ik zit nu dus in een 1 tegen 6 situatie. Oké. Dit wordt een leuk potje. Dat kan ik je garanderen. Als je het beide wel leuk vindt, mensen, ram natuurlijk zijn kaart op like en op. Oh, dit is zo kut. Ik had net 2 kills. Ik had dikke 4-man multikill kunnen oppakken, maar ja, dat gaat nooit lukken in mijn eentje. Ik zit nu met 3 teammates. Die hebben alle 3 alleen maar melee wapens in hun handen. En de enemies hebben ook nog eens een UAV. Oké, ik ben fucked. Jullie hebben een UAV, hè, enemies? Liquidated. Ja, ik ben fucking hard te Sjaak. Hij zit boven in onze span. Ja, oh my god, die was super slim. Die was zo slim. Hey, Warrior, applaus voor jou. Die was zo slim. Hij gooide die shock charge recht op mijn bakkes. Die was echt, ze hadden een UAV, dus ze wisten al waar ik zat. Oh my god, iemand anders gooide die shock charge. Wauw. Oké, dan was het iets minder slim, maar alsnog wel slim. Jongens, dit potje kunnen we opschrijven als verloren. Want ik ben de enige die iemand killt. Ja. Pak een normaal wapen of zo, jongens. Waarom zit iedereen met fucking melee wapens? Ik ga gewoon niet wachten hoor. Teammate gaat erop af. Oké, dan ben je de enige. Ik durf er niet verder op af. Oh my god, bovenin zit er ook nog één. Wauw. Wauw. Nou, dit is een verloren zaak. Kijk, melee wapen, melee wapen. VMP. Oké, oh, oh, oh. VMP gaat ook dood. Oh, buiten de zone. Buiten terug. Oh, en hij heeft een Easter 1. Oké, nou, er heeft één iemand... Oké, die is ook al dood. Nou, dan is dit een verloren... Je hebt gewoon een PPSH. Super Pippen heeft gewoon een PPSH. Maar waarom gebruikt hij die dan niet als we deze ronde winnen? Ik zweer het je, dan gaan we die comeback maken nu ook. Jongens, je weet waar die zit. Please, kom op. Kom op, lek... Hier, gebruik de PPSH. Lekker, teammate. Gebruik het wapen vaker dan. Ik dacht dat ze echt alleen maar melee-wapens vast hadden, maar ze hebben dus ook gewoon een PPSH en ze kunnen het ook gewoon. Maar op een of andere manier zitten ze alleen maar met hun melee-wapen. Dit moet je doen. Hiermee gaan we het potje winnen, teammate. Oké, kom op. Nu weet ik dat ze het kunnen. Nu weet ik dat ze ook normale wapens hebben. Oké, nu ben ik er klaar voor. Enemies moeten natuurlijk nog 1 ronde winnen, dan hebben ze het hele potje gewonnen. Maar nu ik dit heb gezien, ben ik er klaar voor. Oké, we gaan meteen naar de B-vlag domination. Terwijl we gaan meteen even naar de auto. Als ik het haal, haal ik dat je wel, hè. Oké, die is dood. Lekker team, er zijn er al 3 neer. Zijn er nog 4 neer? Oké, één iemand bij hun heeft ook een zwaard. Moet heel veel oppassen, want die enemy bij hun heeft ook een zwaard. Lekker team heeft nog 1 te gaan. Ik denk dat hij achterin zit of zo. Oh nee, ik weet niet waar hij zit. Hij zit hier niet. Oh, we hebben hem! Comeback jongens, let's go boys! Lekker teammates, kom, zie je moet gewoon je echte wapen gebruiken, kom op. We gaan dit nu winnen ook, ze gebruiken nu gewoon een normale wapen hè. Ligt er nou echt, waar, oh, in, oh.
Oh, hij had hem bijna genuift, jongen. Zag je dat? Hij zat al zo met zijn hand. Ik pak je. Maar we hebben de ronde gewonnen. Oké, fair enough. Geen goed, jongens. Lekker bezig. Ik probeer er even doorheen te sneaken. Ik kan namelijk onzichtbaar worden. Oké, dat was niet slim. Holy shit, jongens. Ik weet niet hoe we nog leven, maar we leven nog. Hij zit daarboven. Het is een sniper. Ik weet niet of hij daar gaat blijven campen, maar... Oh, wat een lucky bastard. Lekker, die is dood. Die heb ik. Teamwork, teammate. Lekker. Hij zit erboven. Komt ie. Hij zit daar. Lekker hoor. 3-3, jongens. Kom op, boys. Laatste ronde, man. 13-4 sta ik. Mijn teammates kunnen het gewoon. Ik had eigenlijk de moed al opgegeven. Puur omdat ik zag dat ze allemaal met de butterfly knife, fucking breast knuckles en weet ik veel wat zaten. Maar ze kunnen het gewoon, jongen. We kunnen dit gewoon winnen. Kom op. 13-4 sta ik. Kom op, teammates. Ik geloof in jullie, man. Moeten wij verdedigen of niet? Oh, we mogen verdedigen. En ik heb een counter UAV en een UAV. Beter kan niet nu, man. Oké, dan moeten we niet doodgaan. Even naar de bus toe. Gebruik de UAV goed, jongens. Oké, die is dood. Lekker. Oh, dat is een like. Kut, dat was een like. Sorry. Oh, nee. Ik word getomahakt. Ze zitten in de deur. Oh, teammates. Lekker. Teammates. Zijn fucking pro. En maken hier de double kill om te winnen. Lekker hoor, jongens. Lekker hoor. Zie je wel als jullie het kunnen. Je moet niet op de grond gaan lopen liggen met een melee wapen. Nee, gewoon ga met die banaan, man. Ik had bijna weer niet verwacht dat ze met z'n tweeën op trappetjes zouden zitten. Dus ze hadden gewoon hun richtpunt van die tomahawk, zeg maar, in de deuropening. Dus ze hoefden hem alleen maar los te laten. Toen ging ik meteen dood. Dus daar kon ik ook niks aan doen. Ik dacht eigenlijk dat ze beneden zouden zitten. En achter dat tafeltje zouden staan. Maar ja, weet je, maakt niet uit. We hebben het potje gewoon gewonnen. 14-5. Ik had de moed opgegeven. Maar zo zie je. Race quit nooit. Ook al hadden we hier 4-0 verloren. Dan was ik nog niet gerace quit. Blijf gewoon je best doen. En wie weet maak je die keiharde comeback. Ik moet wel zeggen, mijn teammates hebben het alsnog goed gedaan. Want ik verloor echt gewoon de moed omdat ze allemaal melee wapen hadden. Maar uiteindelijk ging het perfect. Uiteindelijk ging het echt gewoon perfect. Dus mochten jullie hebben genoten, mensen, dan natuurlijk zoals ik uit op like. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hopelijk natuurlijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.